I am looking for good world, good future for my kids. Not just for me, for all people. Asielzoeker Soliman is al bijna 2 weken in hongerstaking. Hij wil graag werken, maar het lukt hem maar niet om aan de bak te raken. Niet omdat er geen werk is, maar vanwege de trage vergunningsprocedure. I fight it long, more than 1 year, to get my right to have a work. Netherlands law said if you stay here more than 6 months legal, you got BSN number and DGD, ING bank account, you have right to work. Maar zo eenvoudig is het niet. De werkgever moet een vergunning aanvragen en daar gaat het vaak mis. De aanvraag duurt ongeveer 5 weken en dat is simpelweg te lang voor sommige werkgevers. At least I found some places in Eindhoven and they said okay, we will wait 5 weeks. But they inform for OVFA 5 weeks passed, 6 weeks passed, 7 weeks passed without answer. My employer told me, sorry Suleiman, we can't wait longer. Sorry, we can't. We need someone now. We try to help you. So I lost it, this work. Yesterday I got work permit from OVFA, but for me now it's just paper. Too late. Yes. And if I found now, I searched for work now, I have to start from beginning. Soliman zit voor zijn gevoel tussen wal en schip. Hij wil netjes de procedure volgen, maar op deze manier vindt hij geen werk. Hij ziet daarom geen andere oplossing dan de hongerstaking om zo aandacht te krijgen voor dit probleem. If I am a father, I can't to be good father, good husband, just little right for my kids, for my family to pay for them food. So, what is the meaning of my life? It's nothing. Same. If I am alive, if I am alive, nothing will change.